NAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Water Company, uw partner in water en koffie. Ja, Bo, kun je uitleggen wat het kidsbestuur van NAC, wat jullie doen? Nou, dingen die je wil veranderen bij NAC, die kan je zeggen. En als ze het goed vinden, dan gaan ze naar kijken en dan verder. En als er iets niet helemaal goed is, dan gaan we het aanpassen en zo. Kun je uitleggen wat jullie doen met het kidsbestuur? Vergaderen en ideeën vertellen om te doen. Waar moet ik dan aan denken? Kun je voorbeelden geven waar jullie het over hebben? NAC, open dag, zo. We hebben met de open dag mochten we op het veld en toen gingen alle spelers ballen in het publiek schieten. En dan mochten wij die ballen aan die spelers geven. Dus dat was ook wel leuk. En wij moesten toen ook op de open dag de nieuwe gehandicapte lift openen. We hebben pakken aangemeten. Nee, die zijn er nog niet. En we hebben... Ja, vergaderd. En het kidsbestuur, hè? Jullie proberen natuurlijk bij NAC dingen aan te geven speciaal voor kinderen. Dat ze leuker of beter naar een wedstrijd kunnen van NAC. Hoe belangrijk is dat? Er gaan al heel veel mensen naar NAC toe. Maar meestal zijn het allemaal oudere mensen. Maar we proberen natuurlijk zoveel mogelijk kinderen. Hè? En daarom was ook die aanbieding in het begin van het seizoen er ook. En zo komen er steeds meer kinderen naar NAC toe. En dan wordt het steeds voller. En, ja.